We zijn gewoon natuurlijk steeds duidelijker in aanloop naar die uh, ja. uh, verkiezingen, hè, natuurlijk in november. Uh, en als je dan, en dan, dan komen we straks ook wel met de link met de schatkist, want die ja. is er namelijk wel degelijk. Uh, als je dan kijkt uh, naar uh, de plannen van de politieke partijen, zover ze we nu weten. Wat, wat valt jou dan op als econoom? Um, nou, kijk, er, er zijn. Uh... Minister Jette, onze klimaatminister, heeft uh, echt een heel uh, ambitieus beleidspakket uh, neergelegd. Maar wat mij opvalt is uh, ja, dat we toch nog steeds heel erg voorzichtig zijn met uh, aangeven welke economische activiteiten niet meer kunnen. En uh, waar dus ook uh, bedrijven in die economische activiteiten of moeten zorgen dat ze hun activiteiten fossiel vrij krijgen... of geen bestaansrecht meer in die economie hebben. Dus dat. En uh, het tweede is... Um, bijvoorbeeld ik was laatst bij het Nationaal Plan Energiesysteem... dat is een belangrijk onderdeel van dat hele plan. Um, en daarin valt mij bijvoorbeeld op dat er wel heel veel aandacht is... voor hoe kunnen we zorgen dat er voldoende schone energie beschikbaar is. Dus bijvoorbeeld elektriciteitsnetwerk. Maar er is heel weinig aandacht voor... Uh, hoe kunnen we zorgen dat uh, de vraag naar energie ook afneemt? Eh, want we gaan het niet alleen maar redden door uh, allemaal hetzelfde te blijven doen, maar dan met een nieuwe energievorm. We zullen ook de totale vraag naar energie terug moeten brengen. Mm -hmm. En de prikkels die daarvoor nodig zijn, die zijn gewoon minder populair en die staan niet in het plan. En dat vind ik jammer. Dat vind je jammer. Uh, terwijl uh, wel de, de doelen wel zijn om, de, uh, om het te beperken, het gebruik. Het is ja. natuurlijk maximaal aanbod van uh, elektrificatie. Hè. Vier ja. keer gaan we uh, omhoog als het gaat om het uh, aanbod. Maar zeggen. er zit wel ook een doel in om het minder te gaan gebruiken. Maar je zegt dat is gewoon zo slecht uitgewerkt nog. Ja, daar zit, daar zit weinig beleid achter. Want kijk, dus als je, als je kijkt naar de afgelopen drie jaar. dan zien we dat. zeker in 2022, we hadden een energiecrisis van je welste. met een energieprijs. Ja, die, die, uh, die een heel, een heel groot veelvoud hoger was. verschillend per, per sector. Maar. Um, ja, die zorgde wel degelijk voor gigantische energiebesparingen. Dus inderdaad, echt gewoon ook uh, vraagreductie uh, naar die energie. En ik denk dat, uh, ja, da, da, dat betekent gewoon dat het onmiskenbaar is. dat uh, prijssprikkels voor reductie van de vraag. En, uh, en die prijsprikkels worden te weinig geïntroduceerd. Ja, dus je bent toch, hoor ik dan, ook echt voor beprijzen. We gaan dit niet. Uh, ja, de, en dat is dus de link naar de, naar de schatkist. Hè? Dat is een hele mooie link naar bijvoorbeeld de IMF die heeft uh, nu voor, voor eigenlijk heel veel landen aangegeven, ook voor Nederland, dat uh, je kunt verschillende routes zeg maar hebben naar een netto neutrale wereld. Als je het doet met uh, uh, in overheidsinvesteringen en uh, subsidies uitdelen, ja, dan kom je in een situatie dat de schatkist uh, daaraan uh, ten onder gaat. Eigenlijk. Want dan creëer je alleen maar overheidsschuld uh, en heeft de overheid zelf geen inkomsten meer. En als je die schatkist in evenwicht wil houden, dan zul je een vorm van beprijzing moeten invoeren, waardoor je ook als overheid geld ophaalt. Welke uh, vorm van beprijzing dan? Uh, nou ja, een. Een CO2-prijs. Ja. ja, langzaam een beetje een doordoener. hoor. Maar dat is wat we nodig hebben. Ja, maar om het concreet te maken ja. naar de luisteraar: van uh, waarvoor dan en wat gaan wij er dan uh, uh, van merken om uiteindelijk, want dat zeg je, ja, dat moet het grote doel zijn. We moeten gewoon gaan besparen. We moeten ons gedrag gaan veranderen. Wij zijn ja. eigenlijk uh, als consumenten, misschien is dat ook wel een totaal verkeerd woord intussen. <laughs> misschien moeten we die woorden ook veranderen. Ja. Zijn wij degene die de verandering moeten brengen? Ja, wij allemaal, dus de consumenten ja. en de producenten. En, uh, en, en waar het dan bijvoorbeeld om gaat, heel concreet, is dat het nu nog steeds zo is dat um, uh, hoe meer energie je gebruikt, uh, hoe minder belasting je daarover betaalt. En uh, dat is dus verkeerd om. Ja. <laughs> moet andersom. Het moet andersom. Hoe dan. meer energie je verbruikt, hoe meer belasting je daarover betaalt. Ja. Dat is wat we nodig hebben. En dan kom je toch ook bij het punt bestaanszekerheid. Want de mensen die gewoon heel veel uh, geld hebben, ja, die zullen misschien denken: ja, het zal mijn worst wezen dan als ik er ja. veel meer van moet betalen. Het is, uh, het is wat het is. Maar juist voor bestaanszekerheid is het dus belangrijk dat de, dat de, schatkist, de schatkist er goed voor blijft staan. Uh, zodat de overheid ook de middelen heeft om uh, mensen die het zelf niet kunnen dragen te blijven helpen. Ook naar de toekomst toe. En jij zegt dus, we moeten echt die uh, transitie versnellen. Um, en ik hoor ook door jouw woorden heen... dat je vindt dat dat niet snel genoeg gaat. Ja, ik, heb, ik was toevallig... Uh, dat gebeurt mij nooit. Ik was een uur te vroeg hier. Ja, ik had het niet door, anders was ik uh, eerder gezellig bij je komen zitten. Want ik was er al. Ja. Ja. Nou, ik heb heerlijk zitten werken. Want uh, ik heb dus eventjes gekeken naar de... Uh, uh, de, de jaarlijkse emissiereductie die we, die we de afgelopen jaren halen. En dan zie je eigenlijk dat de laatste drie jaar... Nou, dat we in de cijfers eigenlijk best wel goed op weg zijn... Uh, met de uh, procentenreductie. Dus we halen zo ja, zo n, zo n, gemiddeld zo'n 6% productie uh, in de laatste drie jaar. Dat is eigenlijk wat we nou. moeten doen. Uh, maar, het mm -hmm. grote maar, dat hebben we alleen maar gehaald... omdat we uh, in uh, het eerste jaar een pandemie hadden... en in het derde jaar een energiecrisis. Dus um, en dat is niet een situatie waar je wil dat beleid op aanstuurt. Want uh, we kunnen niet zo. We kunnen niet alle jaren in, in de komende jaren dit soort crisis hebben. Maar het geeft aan um, wat de intensiteit is van de verandering die wij nodig hebben om dit soort reductiepercentages te halen. En um, en je ziet dus ook heel duidelijk dat in, een, in normale jaren, waarin de economie niet in een crisissituatie is, ja, dat we die reductiepercentages gewoon in de geschiedenis nog nooit hebben gehaald. Dus waarom denken we dat dit genoeg is? En we zijn gewoon weer op de oude voet doorgegaan. Dat is eigenlijk ook wat je ziet. De, in de crisis het, voorbij en yes, nu zijn het, weer alles gaan doen. In het jaar 2001, kijk, die data zijn dan nog niet voor 23, of voor, uh, ja, voor 23, maar voor 21 bijvoorbeeld, dat was een jaar tussen twee crises in. Hè, toen ging de Nederlandse economie weer open in de zomer. Ja. Ja, dan zie je direct dat die iets weer omhoog schieten... en helemaal niet naar beneden gaan. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.